Rebecca, Charlotte, Maximilian. Welkom. Dag Max. Hallo. Ik val meteen met de deur in huis. Wat is jouw doel? Mijn goede voornemen voor 2019 is om minder te snoepen. Ontbijten, want ik ga altijd maar een beetje... Alleen nog maar pure producten te eten. Waarom wil je het eigenlijk nu? Nu ben ik nog jong. Volgend jaar ook nog. Ja, maar nu zeg maar, sta ik zeg maar... Ja. Dat ik gezonder wil eten, omdat ik denk dat de voeding die in mijn lijf gaat uiteindelijk bijdraagt aan hoe ik mezelf ga voelen. Dat ik nu nog ervoor kan zorgen dat dit zeg maar niet erin sluipt als een gewoonte. Maar als ik wat ouder word, denk ik van ja, het is toch wel heel belangrijk om dat lichaam gewoon op orde te krijgen en te houden. Mm-hmm. Dat is toch een beetje je tempel. Nou, om iets af te leren, dat is lastig. Maar het mooiste is als we iets nieuws voor in de plaats gaan zoeken. Hè? Zou het dan ook helpen om over de dag meer te drinken, om die honger dan te stillen? Door preventief te drinken gaat je dat beter lukken. Wanneer denk je dat je er niet meer over na hoeft te denken en het toch goed doet? Wanneer er iemand in mijn huis boodschappen doet, alles klaarmaakt. Nee, dan ben je afhankelijk, dan ben je afhankelijk van een ander. Ik heb wel zoiets, als we nu samen gaan beginnen, dat het ook voor het echte is. Nee, zeker, tuurlijk. Maar kijk, ik denk gewoon... Nou, maar dat is zonder maar. Ja, ik heb er wel zin in. Ja. Ik ook. Ja, maar vooral als de eerste 2 weken voorbij zijn. De eerste 2-3 weken moet je echt even voor jezelf. Nee. Ik heb van alles geprobeerd, maar nog niet op mijn voeding gelet. Ik denk als kleine stapjes in beide gaan doen, dat gaat werken. Nou. Dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Alles valt en staat met... toch jouw wens om het daadwerkelijk aan te gaan pakken. Ja. Ik ga de aankomende 2 weken helemaal geen snoepjes, koekjes, chocolaatjes en alles meer nemen. En ik ga 1,5 liter water per dag drinken. Aan de slag, zou ik zeggen. Ja, ga doen. Dankjewel. Als we een paar maanden verder zijn en jij dit echt had, dan kom ik een keer. Ja, nee, zeker. Sounds promising, Ellie. Ja.